Nou, voorzitter, nu bij Henk Commons. En Henk Commons is van de stichting Voedselhulp Westelijke Mijnstreek. Maar ik moet wel jou even corrigeren. De stichting is een oprichting op het moment. Ja? En vanmorgen gebruik maken van een lokaal van het buurtcentrum Nieuwdorp. Over heel erg blij met zin, want op deze manier kunnen we dus veel beter werken. En ja, je kent wel zin dat er ook genoeg opslaagde mogelijkheden voor zijn dan. Ja, ja. Want eerst waren de acties altijd beperkt tot kerstmis, de kerstpakketten. Ja. Maar nu ben je al het hele jaar bezig, daar hebben we al het verleden even gesproken. En dan ben je een aanvulling op de voedselbank. Ja. Ja, ja, op de 3 oordeelpunten van de voedselbank Limburg. En dat is dus de voedselbank Stijn, voedselbank Glijn en voedselbank Sittert. En op die manier doen we de hele westelijke mijnstreek dan bestrijken. Ja. Nu zit je diverse artikelen staan, wie komt ze daar aan? Nou, heel veel werden bezorgd door winkeliers, maar ook heel veel werden dus gewoon door particulieren. Bij mij toe is afgegeven, want hier mocht dat nog niet, want het is gesloten. En de lui komen mij dat gewoon toe brengen. Ik vroeg dus op Facebook van, god lui, ik heb melk nodig of ik heb wc-papier nodig. Nou, en zangendaags begint het binnen te komen. Ja. Dus zodra je ziet dat er een bepaald gebrek is bij de voedselbank, kom je in het geweer en dan ga je acties ondernemen voor bepaalde artikelen. Ja, vervolgens aan de oordeelpunten van god, waar is een gebrek aan? Wie met de melk wordt dus het geval dat de oordeelpunten maar 1 pak melk per gezin per week kregen. Ja, dat vonden we toch wel erg weinig. En dus zijn we dus gewoon gaan vragen. God, wilt gewoon melk brengen? Ja, dat kwam met de pakken tegelijk binnen. Ja. Ja, en daar hebben ze dus heel goed mee kunnen helpen. Sinds kort ben ze ook weer verblijd met een bepaalde check. Vertel door als je Ja, de Paul Thomas belde mij op. Van god, zet er, ik heb dat geleerd, dat je verzorgingsartikelen zit in verzamelen. We hebben nog geld overgehouden van onze actie, hè, van de vouchers. En we willen dat Ger door aan besteedt. Ik zeg, nou Paul, prachtig. Ik ga direct naar de Jumbo, want ik moest het natuurlijk wel lokaal houden. Hè? Ja. En dan gaan we dat kopen. Nou ja, en daar heb je het gezien. Er staat een flinke partij aan van alles. Tijmpasta, shampoo, wc-papier, noem maar op. En presenten ze ook heel erg erkentelijk voor dat we dat hebben gekregen. En de uitgiftepunten van de voedselbank komen dat bij die opholen? Ja, die komen dat hier opholen, ja. Dan zit ik te orde in doestoon met donaties, actie, Paap Pinkelman. Ja. Paap Pinkelman komt uit Beek, hè? Ja, Paap Pinkelman komt uit Beek, westelijke mijnstreek. Hè? Ja. Want het is ook zo dat de lui wat de voedselbank hier in Stijn komen, niet allemaal hier uit Stijn komen. Ja. Daar zijn er zo van Ten Eertse en van Beek en van Gelijn. Want niet iedereen wil dus gezin werden dat er voedsel krijgt via de voedselbank, omdat ze zich dat toch wel verschamen. En Paap Pinkelman noemt contact met me op en hij zei, god, ik heb met een slokwinkel in Beek contact opgenomen en alles wat overblijft met de Porsche mag je hebben. En ik heb dus naar die winkel gebeld en ik zeg, ja, zo en zo. Ja, dat klopt en dat is allemaal geregeld al. Ik zeg, ja, maar wij eerst aan Paap. Ja, dat kan ik dus niet zeggen. Dus ik weet nu immer niet wij Paap Pinkelman is. Maar we kosten wel ruim 30 kilo chocolade eikens gaan halen. En daar hebben we sloptuten van gemaakt. En die zijn dus met de voedseldingen, met de voedselpakketten metgegangen voor de kinderen. Ja. Ik denk dat ze heel erg blij zou zijn als ze meer Paap Pinkelman zouden opstoren. Ja, 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 maar we hebben toch al heel veel Paap Pinkelmans. Maar natuurlijk nooit genoeg. Nee. Ik denk, als ik nou die ruimte kijk die ze nu hier hebben, als ze die nog helemaal gevuld is krijgen, nou, dan denk ik dat ze erg blij zal zijn. Hè? Ja, nou, het is dus zo dat we normaal onze grote hap altijd krijgen op het moment dat de postcode loterij cadeaukaarten komen. En dan kunnen we die omzetten in artikelen bij de Abbey in het Zittert of in Beek. Ja, en we hebben zelfs dan een extra ruimte waar we dan de rolcontainers kunnen zetten.
boven de langdurig houdbare artikelen kunnen opslaan dan. Want we hebben alleen maar langdurig houdbare artikelen. Dus geen verse artikelen. Want we hebben gewoon ja, de plaats in het vuur, maar ook de mogelijkheden in het vuur. Ik bewonder het erin zat, deze toch, want deze op de minima te helpen. En ik hoop dat ze daar heel lang mee blijft doorgaan. Ja, dat is wel de bedoeling. En ik doe het niet alleen. Hè. Dus ik heb heel veel hulp van Paul Jasper hè, en zijn vrouw. En natuurlijk ook van mijn vrouw. Ja. Die vinden toch maar goed dat iedere week de gang volgeboet wordt met van alles. Ja. En menige zou daar enorm over gaan schijnen, maar die vindt alles goed. Ja. En ja, wat hebben we nog meer als voor nu die het helmenig hebben? Die al goed kunnen helpen. Mag ik je danken voor dit gesprek? Ja, en misschien weer tot de volgende keer. Ja. Jou graag gedaan.